Vandaag een heel heikel thema. Runderhart. Wat is Runderhart? Is het voedzaam? Kunnen we het gaan gebruiken? Moeten we het gaan gebruiken? Of mogen we het niet gaan gebruiken? Wel, die laatste twee dingen ga ik jullie niet beantwoorden. Ik ga jullie gewoon feiten geven en je moet maar voor jezelf gaan beslissen wat je ermee doet. Hallo, Sunshineers. Welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine Savary. Mijn naam is Dominic Maas. Met mijn kanaal is het bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpelijke, betrouwbare, hapklare en to the point informatie te geven over het houden van Aquarium naar jullie toe. Vandaag een heel heikel thema. Runderhart. Wat is Runderhart? Is het voedzaam? Kunnen we het gaan gebruiken? Moeten we het gaan gebruiken? Of mogen we het niet gaan gebruiken? Wel, die laatste twee dingen ga ik jullie niet beantwoorden. Ik ga jullie gewoon feiten geven. En je moet maar voor jezelf gaan beslissen wat je ermee doet. Ik ga de discussie hier niet starten. Ik ben gigantisch anti-runderhart. Runderhart. Ik denk dat iedereen dat nagenoeg weet. Desalniettemin ga ik gewoon met een open geest. jullie een aantal feiten naar jullie hoofd gaan slingeren. En je moet maar zelf beslissen wat je ermee doet of niet mee doet. Nu, Runderhart. Waarom geven wij Runderhart aan onze vissen? Vooral bij cichliden, discus, maalvis en dat soort dieren. wordt er Runderhart gegeven. De vissen zouden er sneller van groeien. zouden er vetter van staan of vetter in de zin van forser gebouwd dan maar. En het is zo dat ze. Dat men beweert dat de vissen dus sneller gaan groeien erdoor. Nu, we gaan kijken naar cijfers. Ik heb in een voorgaande video de link daarnaar verschijnt hierboven in beeld. En als je via Facebook gekomen bent, dan ga je hem hierboven niet zien verschijnen. Moet je maar even hier beneden gaan zoeken in de beschrijving. Ik heb daar ook de link geplaatst. Als je al niet weet wat de voedingswaarden betekenen, dan wordt het wel heel moeilijk om deze video helemaal te begrijpen, alhoewel. Een vergelijkende tabel tussen runderhart en vooral filet ga ik jullie naar het hoofd slingeren. Het gekke wel dat runderhart dus heel vaak wordt gegeven aan vooral cichliden. En dan krijgen we tegenstrijdige berichten. Vooral bij cichliden zou runderhart een nadelige invloed op hun gezondheid hebben. Vooral de vetten, de proteïnen, um, gaan daar een rol in gaan spelen. Nu vetten, ik hoor al onmiddellijk de voorstanders van Runderhard roepen, Ja, maar mijn Runderhart is helemaal netjes ontvet. Alle pezen zijn weg en de brokken vet zijn heel minutieus weggepoetst. Jup, yep, dat klopt, maar dat zijn voor ons zichtbare vetten. Het gaat dan vooral over de onzichtbare vetten of de niet onmiddellijk zichtbare vetten bij Runderhart. Ik ga jullie een vergelijkende tabel tonen tussen de vetten in Runderhart en de vetten in. Zoals we in de tabel kunnen zien, proteïnen als dg drooggewicht, is circa 69% bij runderhart, 67,3% bij hoenderhart en 82,3% bij filie. Waarvan vet 15-41% bij runderhart en 8 tot 19% bij filie. Nu zou je daar de opmerking kunnen maken van uiteindelijk is het verschil niet zo gigantisch groot, dat klopt. Qua proteïnes, eiwitten is runderhart dus zo goed als vergelijkbaar met bijvoorbeeld forelfilie. Het grootste verschil is echter dat we bezig zijn over vetten die heel veel collageen bevatten. En collageen is moeilijk verteerbaar, het is iets wat zich vasthecht hecht aan de darm, want die kan zorgen voor verstoppingen, bijvoorbeeld in de darm. Dus in het slechtste geval kan het gewoon in de darm blijven zitten en zelfs de darmwand gaan verstoppen. Vooral jonge vissen zouden hier last van hebben, volwassen vissen hebben er iets minder last van. Collageen is een structuurproteïne. Dat wil zeggen dat het vooral aanwezig is in bijvoorbeeld botten van dieren, maar dus ook in runderhart. Helaas zal die vernauwing of het blijven kleven van collageen aan de darmwand kunnen leiden tot opstuwing en dus veel meer darmvlag laten. Runderhart, en dat is inmiddels meermaals bewezen door verschillende studies, zou darmvlaggen laten in de hand gaan werken. Tussen aanhalingstegens in ieder geval meer in de hand werken. Wat we dan weer hebben bij faralfilet, daar zijn we vooral bezig over de proteïnen. De vetten zijn eerder olieachtig, oliegebaseerd en gaan dus veel vlotter afgescheiden worden. Het is namelijk zo dat het vet bij rundergaard zelfs op 32 graden niet eens half vast is. Dus het gaat eerder richting de vaste vorm en dus moeilijk verteerbare vorm. Bij visolie, bij olievetten, dus bijvoorbeeld bij onze forelfilet, gaan we daar dus echt bezig zijn over een olie die veel, makkelijk, veel makkelijker verteerbaar is in de darm. En die dus veel sneller zal verteerd worden en uitgeschieden worden. Nu, welke referentie heb ik daarvoor genomen? Het gaat over een studie van een Stefan Dreyer in 2003, Renderhertz Voeterung in der Aquaristiek. Aquariumpraxis 6-7. Heb ik dus dit dier hier uit mijn duim zitten zuigen? Nee, ik heb het gebaseerd op een studie. Alleen met betrekking tot isoleucine en leucine kan je zien dat runderhart vergelijkbaar is met visfilet. Hoenderhart, wat dus kalkoenhart of kippenhart is, valt hier duidelijk af. Bij alle andere aminozuren is verhalenfilé ook, bij het totaal van de essentiële aminozuren, absoluut in het voordeel. Stof tot nadenken, maar ik denk als je een klein beetje logisch verstand gebruikt, dat je duidelijk merkt dat visfilé een pak beter gezonder is dan runderhart. Kort gezegd komt er dus op neer dat runderhart een stuk minder gezond is dan filet en bovendien zal het meer proteïnes en minder vetten bevatten dan runderhart. Ik zou dus adviseren gebruik eerder visfilet dan runderhart om jouw vissen groot te trekken. Het is meer voedzaam, minder vet. heel eenvoudig. Ik hoop dat je iets had aan deze video. We zien elkaar ongetwijfeld terug in een volgende video. Tenminste, als je niet vergeten bent om te gaan knallen op die abonneren knop en dat duimpje omhoog. Laat hieronder zeker en vast weten wat je zelf denkt van deze keiharde cijfers. Maar zoals gezegd, ik ga mij niet inlaten met eventuele discussies die daaruit voortvolgen. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik wens jullie nog een fantastische dag toe. Dag.